Hoi, ik ben Klaas Winter, vierdejaars student informatica. Voor mijn bachelorproject heb ik met een paar medestudenten een programma gemaakt waarmee we lekker kunnen opsporen in Android apps. Veel apps die we vaak gebruiken, zoals Facebook en WhatsApp, lijken veilig, maar ze kunnen veel lekker bevatten. Met behulp van ons programma hebben we 14 populaire apps 572 aanvragen van persoonlijke informatie ontdekt, waarvan er 243 werden gelekt. Om dit onderzoek te kunnen doen, moesten we uiteraard eerst een programma maken. Hier komt een hoop programmeerwerk bij kijken. Uiteraard moet je het programma daarna ook testen, dus hiervoor hebben we zelf een aantal apps geschreven en een aantal bestaande apps gebruikt. Uiteindelijk hebben we een set bestaande apps gepakt en geanalyseerd. En die analyse moesten we daarna nog omzetten naar simpele statistieken. Ons programma werkt als volgt. Eerst pakken we een app. Vervolgens halen we de code uit de app, zodat we zelf kunnen lezen wat er gebeurt. Uiteindelijk maken we een webpagina met de resultaten, zodat we kunnen zien of de app persoonlijke informatie lekt. Hier zie je de webpagina van de WhatsApp-app. Hier kunnen we bijvoorbeeld zien dat er wel degelijk wat gelekt wordt. In dit geval gaat het om de data die je vertelt waar je op dit moment bent. Wat we heel vaak zien is dat apps die reclame hebben veel lekken. Dat komt omdat de mensen die reclame aanbieden graag willen weten wie jij bent en waar je bent. Een project als dit is niet alleen leerzaam omdat je gaat programmeren, maar ook omdat je eerst zelfstandig een oplossing moet zoeken voor het probleem dat je hebt. Uiteindelijk moet er ook een paper worden geschreven over het onderwerp. Dus je leert hier ook hoe je wetenschappelijk moet schrijven en hoe je research kunt doen. De studie leert je heel erg veel. Het leert je basis programmeren, maar het leert je ook dingen als research doen, presenteren, papers schrijven, samenwerken in kleine teams en in grote teams. We hebben samengewerkt in teams van bijvoorbeeld 11 man, waarvan een aantal man in het buitenland zaten. Het waren Zweden. Dat is een hele uitdaging. Sinds een paar jaar is de studie volledig in het Engels. De reden hiervoor is dat er heel veel internationale studenten hier studeren. Dus als je hier komt studeren, kom je ook in aanraking met heel veel studenten uit andere landen. We zien informatica en steeds meer aspecten in ons leven om ons heen. Dus als je een studie zoekt die veel relevantie heeft en die in de toekomst nog meer relevantie zal krijgen, is informatica wat voor jou.